Ja, weer in het dood. Ongeluk, ja. Ongeluk, hè? Ik heb ongeluk zomaar gebeuren, hè? Want dat is ook een hartje verzet. Ja. Leg, lekker jongen! Zonder al, jongens! Sorry jongens, de telefoon was uitgevallen. Piet, ook blijven lekker! Ze zetten de auto zo neer dat het nog zo moeilijk mogelijk te filmen is. Stel je voor. Ja, ik kan geweld, maar dat is niet handig, jongen. Ik heb wel zin. Maar wat is het? Ik heb net een beetje... Piet, blijf liggen, man! Doorzetten, Piet! Kom, blijf liggen! Je bent net zo zwaar! Je bent net zo zwaar liggen, help! Blijf liggen, jongen! Wij blijven op! Jij ook! Als ik wil spreken, dan kom ik daar ook! Liggen, help! Liggen blijven, jongen! Laat ze maar, ze krijgen je toch niet opgeteld! Blijf lekker, jongen! Zijn er man genoeg om te zien als ik wel gebruik? Dus je pak is vreemd met de wat ook niet man. Piet, blijf lekker, jongen! Ze hebben er zichtbaar moeite mee! Piet, blijf lekker! Ja? Heb je een advocaat gebeld? Ja, maar die pakt niet op en Willem's telefoon viel uit, dus ik ben nu wel op Willem's account, maar mijn telefoon. Piet hebben ze los. Piet hebben ze los. Blijven liggen, blokbeton! Piet, blijf liggen, jongen! Blijf liggen! Blokbeton! Geweld, kijk, ze trekken hem gewoon uit zijn benen omhoog! Piet, blijf liggen! Pak een goede camera! Volhouden, jongens! Volhouden! We binnen net de mensen! Volhouden, jongens! Al kleunen ze ons blauw! Wij gaan lauw! Nee, tuurlijk krijgen ze ze niet opgeteeld. Het is één blok beton waar je daar hebt liggen. Ja, jongetjes, de kilo's komen nu van pas. Eerlijk is eerlijk. Met Willempie zijn ze even gestopt. Ja, Willem was een zwaar. Ja, hebben ze hem wel een los dan? Ja. Willem! Ben je al los? Is Piet los? Piet, blijf lekker, jongen! Piet, pak je aan de wiel vast! Aan de wielen! Dan boeien hebben. Oh. Ze hebben handboeien op. Willem, wil je wat zeggen tegen Facebook? Ze blijven vechten voor hun rechten, jongens. Kijk, Piet liggen. Ze krijgen hem nog niet mee. Ja. Ja, we maken heel vaak grapjes live met hun kilo's, maar die komen nu van pas. Maar ja, hadden ze zo weggedragen. Gewoon twee man, aan voeten en handen. Dragen ze me zo weg? Want ja, we mogen niet tegenstribbelen, of tenminste niet slaan en schoppen. Ja, dat was zeker beter geweest, alleen dan kan je dus niks laten zien op Facebook. We willen het echt, want we merken gewoon dat, ja, dat is ons enige, kijk, missen jullie er dan, jullie zijn er ook niet altijd, snap je? Dus wij proberen echt alles zelf een beetje, kijk, of ze doen de deken er weer terug op. Nou, ze gooien de deken er terug op. Jullie doen het super! Hallo jongens! Ja.
Ik ja, ik ben een beetje aan het trillen, mensen. Het is een beetje koud. Zo, respect voor al die cameramensen, man. Zo. Zonder handschoenen niks. Zeg maar wat. Die hebben het vaker gedaan. Ja, ze hebben zijn dekentje weer teruggestopt. Ja, het wordt erg koud, mensen. Dus, ja, ik ga het even doorgeven. Ja, ik ga het maar even door, Jan. Heel goed. Pepper. We vertellen wel wat er ja, wij zijn er toch? Ja, maar we hadden wat meer aanvoeren. Ja, we laat ze met rust, laat ze de wonen, klimaat. De maatschappij heeft er nog nooit geaccepteerd. Je hoort die mensen op zo'n kant gewoon van klagen. Ze zijn daar, Dat is ons leven, ons leven, altijd. Dat is ons leven, altijd. Wij vechten voor onze rechten en we laten ons niet kisten. Ons natuur, dat is ons leven, altijd. Ik denk dat we er nog iets verder gaan zetten. Hier, er komen er nog meer aan. Er komt versterking mee. Kom op, blijf staan jongen, we blijven staan. Kom op jongen. Ja, zeker. Jongens, er komen politiemannen aan, daar word je niet goed van. Voor twee jongens die op de grond leggen, geboeid en wel. Kijk eens, jongens. Kijk eens. Wat een politiemacht, mensen. Wat een politiemacht. Ik kan de jongens zelf niet meer filmen. Dat gaat gewoon niet meer. We kunnen niks zien, Hein. Nee. Allemaal honden. Oh, die gaan de honden pakken. Wacht even. Jongens, als de honden komen, dood liggen. Dood liggen, daar worden ze op getraind. Dood liggen. Blijf dood liggen! Hij niet. Ik zei niet. Hij 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 niet. Kom hier. Kom hier steunen. Hij niet. Hij niet. Hij niet.
Wat gaan we hier nog aan doen? Blijf liggen! Ik weet niet waar. Oh ja hoor. Kijk, Willem wordt ingeladen. Scherm, je hebt niet doen dat je dat soort van op. Nee, dat kan niet. We staan nog altijd in het gebied van de Noord. Ja, maar het is dat jullie hier kunnen staan. We net goed en nu in één keer niet meer. Dat merk ik niet meer. Even nou zitten, dat is warmer in de bus. Dat is heel lekker. Maar ja, je hebt wel stuk gedaan. Jongens, Willem is al ingeladen. We gaan nou even kijken naar de volgende. Ik moet echt heel veel moeite doen om rustig te blijven. Oké, Willem, zijn. Het zijn toch je broers, hè? Het zijn toch je broers. Maar Willem staat, Piet zit er nog. Ga niet zonder slag of zo. We proberen het te frustreren, maar kijk, Piet ligt daar nog. Laat ze met rust, laat ze te kronen. In hun wagens. De maatschappij heeft hen nog nooit geaccepteerd. Je hoort die mensen aan onze kant dan nooit klagen. Ze zijn kort dat even levens geleerd. Waarom moet een ander altijd over hem beslissen? Waarin ze kunnen met de maag gesproken staan. Piet ligt nog, mensen. Piet ligt nog. En vergis je niet. Piet is misschien wel wat lichter. Ja, ik zag het ook. Ja, ik zag het ook. Wat hè? De vorige erin. Ja. Oh, ik kan het niet. Piet ligt er nog. Als je lang bent, dat je hier rechter, neem dat je zwaar bent. Piet, zo lang mogelijk volhouden! Blijf lekker, Pietje! Kunnen. Dat is die auto ervoor, hè? Ze willen het niet in beeld hebben, hè? Ik wil niet horen. Ik kijk wel hier mee heen. Ja, maar dat wordt gefilmd en de rest kan niet gefilmd worden. Ja, ze horen het dus maar net. Ja, maar die krijgen het niet zo. Nee, jongen, die werkt niet mee, jongen, begeer het, maar het is maar niet. Blijf lekker, Piet! Follow, jongen! Follow! Blijven! Slap houden! Boos slap houden! Blijf lekker! Zijn de man hier of wat zijn ze nu? Ja, maar geen, dus je kan het even tussendoor kijken. Kijk naar de rest van de boom. En dan zijn ze nog een beetje jongen, kijk eens, jongen. Even onder. Wie zijn ding is er, voor jou of voor Willem? Willem. Ja, ik ben niet vervangen, ik ben niet later. Nou wordt Piet ingegoten. Oh, sorry. Kijk. Daar probeer je dus hem erin te doen. Ik word teruggeroepen door de politie. Hoop jullie allemaal. Ja, maar is dit genoeg dan? Nee, jullie mogen nog. Ik ga de ene keer mag duiken. Ja, jullie mogen die komen. Ook Piet zit erin. Normaal. Ik heb boven voor, meen ik echt.
Zo gaan ze dus om met het eigen volk. Schande. Zo gaan ze om met de Nederlandse volk. Wacht eens, Piet. Er wordt niks verhaald. Wacht eens, schuiven, Piet. Wacht eens. Wacht op. En zijn benen liggen. Hé, die benen, joh. Leg hem de grond even in die hand. Ja, ze is niet normaal, joh. Hij heeft ook een zwaar gezondheidsprobleem, maar. Kijk dan uit, leg hem. Hé, joh, kijk daar hoe die ligt, man. Dat ligt ook niet goed zo. Zo gaan ze zo met het Nederlandse volk. Zullen we niet even controleren of hij goed ligt? Nee. Zo gaan jullie ook de honden op. Dan zijn honden. Ja, dat doe ik. Kijk, koffie. Ja, dat kan. Ja, daar gaan we. Even een handschoen aan hoor, het is koud. Het is ja, hoe moet ik dit verwoorden? Het is een hele hoop politie. Het is een hele hoop politie. Even om aan te geven, alleen deze actie, daar waren onze drie vakken voor gebouwd. Dus straten, schuren, leidingen. Alleen deze actie kost meer geld. Meer geld. Ik weet niet wat ik er anders over moet zeggen. Ja, er komt weer zo'n actie, van ons allemaal. Dit gaat van kwaad naar recht. Hè. Dat dit is nog een kleine zeggen. Actie. Hier zijn we nog niet klaar mee. Ik ben ook nog niet klaar. Hier zijn we nog niet klaar mee. En dit krijgt nog een staart, dat kan ik wel vertellen. Ik ben benieuwd wat er met de kampeerwagens gebeurt. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Ja, je zijn er twee taken maken. Ja, die staan hier achter klaar. Ja, daar staan de tafelwagens. Kan je niet meenemen? Wat hè? Die kan je niet meenemen. Nee, dat gaan ze nou niet toelaten. Daar staan de takelwagens, die zullen wel meegenomen worden. Pak gewoon de huis af van die jongens hier. De takelwagens, jongens. De takelwagens. We zullen dadelijk ook de kampeerwagens achterna rijden. Ik heb nog wel een kampeerwagen voor die jongens. Dus als ze los zijn, staat hier alweer. Kijk, we worden gesteund door ons volk. Wij komen terug. Ik heb er al één. Wij komen terug, mensen. Wij komen terug. Dat weten we wel. De jongens zijn meegenomen naar het bureau. Die zullen ook nog wel even vastzitten, denk ik. Kijk, daar staan de doeken nog. Ik denk dat de agent mij komt sommeren om weer weg te gaan. Dus ik ga alvast een stapje achteruit. Kijk, wat een politiemacht, jongens. Wat een politiemacht. Dat is open. Met de auto? Wat dan? Wat zegt u? Ja, die is thuis. Ja, dat is het. Ja. Nee, ik ga de kampeerwagen. Ja. Die rijdt denk ik met mij mee. Ja, dan rijdt hij met u mee voor de weg. Nee, ik ga zo dadelijk achterna rijden. Mijn auto staat van het pad af, dus... Wat gaat je wachten? Ja. Terwijl ik de takelwagens achterna. Nou, de takelwagens zijn onderweg. Je ziet ze al komen. Ik heb het een beetje koud, mensen, dus ik tril een beetje. Ik probeer het toch allemaal een beetje veel in kaart te brengen. Ja, we rijden achter de kampeerwagens aan. Het is extreem koud. Gebeld worden. Wie mij belt zal mij niet willen bellen, want ik word de hele tijd onderbroken. En dan moet ik een handschoen uitdoen. Om hem weg te klikken, want mijn handschoen die kan niet op het beeldscherm van de telefoon. Dit zijn de takelwagens, jongens. Er staat er nog één. Er staat er nog één.
Lorenzo! Pak even vast. Ja? Ja, verdomme. Daar staat er nog een. Hoezo moet je BE-rijbewijs hebben voor die wagen? Dat is toch mijn enkelas op? Ja, 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 ligt aan hoe zwaar die is. Oh, ligt aan het gewicht. Ja. Ik dacht dat het bij alleen de dubbelas was. Nee, ligt meer nu aan de... Nee, van hij... Ze worden al buitenland kraf gekocht. Ja, ze hun trekken ze naar landkraf uit. En als ze dadelijk naar landkraf heel is of zo, of ergens, dan zetten ze ze neer. En dan mag die man en Piet mogen ze aankopen. Meen niet. Ja, maar hij moest wel BE-rijbewijs laten zien, die man. Anders kreeg hij de wagen niet. Wat dat ook dan? Gekke. Dat is gewoon zwaar belachelijk. Waar is mijn zus? Ik heb hem daar staan, maar ja, ik heb hem als hij daar bij mij niet komt, dan meer staan. Ja, goed. Daar. Eind. Zou ik in of de half in de spalbuk niet zitten? Ja, één komt bij Corina achterom en één komt bij bij mijn moeder. Mijn moeder heeft een hele grote tuin, dus daar kunnen ze precies allebei in als het moet. Ja, laten we dat maar doen. Dan ja. Ja, moet ik dat verwachten dan. Als ze niet naar de gemeente werden voor de gebracht, hè? Ja, waar ga jij nou heen? Ik ga naar de gemeente. Goed jongen. Hij blijft nog. Een chaos, hè? Ja, ja. Ja, ik sta daar ook. Ja. Kunnen we dan ook volgende dag te gaan rijden? En dan eens kijken waar dit staat. Waar ben ik speelbaar? Ja, uit. Ja, sinds alleen kijken of alles goed rijdt, dan is het. Ja? We gaan wel een kabal tegenover. Waar gaat de UC heen dan? Huh? UC. Waar is die dan? Oh, van Dillis. Daar hebben die toch gedingen, die Dixie. Ja. Scouten, jong. Oh. Ja, jongen Benny, wat vind jij ervan, jongen? Hè? Huh? Zeg eens wat tegen de mensen, jongen. Nee, die staat hier. Ga maar naar de overkant staan. Ik kijk je goed aan. Jongen, jongen, jongen. Wat chaos. Zo staat ze. Ik heb de auto hier voor. Hé, Ja, dat
Heb jij dat gezien, Pukken? Ja, die is in de coupéwagen bij Piet en Willem. In de coupéwagen? Ja? Maar je mag jouw niet zuster is erin, hè? Alleen jouw zuster mag. Oh. Een bochtje erin? Ja. Dan mag jij even een blikje cola hebt neergezet. Als de spullen niet kapot worden. Ja, dat is een goede jongen. En die mens met die muts, die mag ze meenemen. Ik weet niet hoe het is. Dan is het mee naar Spalbeek. Ja? Ja, gelukkig hebben we onze Lorenzo nog, hè? Cameraman. Ah, ja. Ik denk dat niemand aan het licht is, want die wagen staat al lang is het zo weg. Ja, die ene man mag niet trekken en Piet mag geloof ik in trekken. Ze gaan hebben toch nog geluk dan, hè? Toen zetten ze gewoon buiten valt. Landgraaf zetten ze neer. Ja, anders zetten ze gewoon buiten neer. Ja, dan zetten ze gewoon buiten landgraaf. Ze gewoon zeg maar Heerlen of je denkt, ja, dan zetten ze gewoon neer. Ja, dat mag niet. Kent dat niet zeggen ze toch net. Dan schepen ze de andere gemeente met een probleem op. Ja, maar dat zeiden ze wel net. En dat vinden ze mooi. Nee, die Wout daar, die tweede van rechts, ja, daar. Die zei tegen me, die zat dan het takenbedrijf daar. Ja, en die ene agent die zei net van, het wordt gewoon buiten de gemeente landgraaf neergezet. En toen zeggen dingen van, kunnen wij ze aanhangen? Ja, is goed, zegt hij. Zover ik weet hebben hun al geregeld en ze mogen aanhangen. Dat is goed te veel. Ja, ze worden eerst door hun landgraaf uitgetrokken. Ze vroegen voor een slot. Hoe? Een slot vroegen ze erop te zetten. Oh. Want hun zeiden nou dat die auto's die trekken ze hier weg hun. Mm-hmm. Uit landgraaf en daar worden ze omgehangen aan hun auto's, hoe ik het net begreep. Sowieso. Dat denk ik ook wel. Dan begint het feestje weer opnieuw. Hoe laat is het nou? Hoe gaan ze? Ook wat voor 6 uur. Het is nog snel gegaan, hè, 3 kwartier. Ja. Leek veel langer. Ja, of niet? Leek veel langer, hè? Onder de kou. Ja. Onder de kou doen. Dat is de Chavo, boksjongen. Hey, Salah. Hey.
Stacy. 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 Ja, jongen. Je moet je opletten. Trek af, dat is de hoogste kerk. Kijk jongens, trek. Ja, die sleep. Die gaat hem dadelijk op de grond duwen als ze hem proberen te hangen. Ja. Want ze moeten die balk omlaag kunnen laten zakken. Het kan zijn dat die balk kan zakken bij hun. Oh, kijk, het kan wel. Wat? Het gaat. Ja, dat kan, dat is een dolly. Ja, ik wou zeggen, ja. Zo'n dolly is dat. Gaat het verwarren? Ja. Waar is hij niet? Die is net daarheen gelopen. Bij deze. Ja, is goed. De rustig aan. Ja, komt goed hoor. Goed, 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 goed. En ja, het zeker, we zien ons weer. Ja, is goed, goed, goed. Hey, doe, kom goed thuis, hè. Wacht. Hou eens vast één keer. Papa, was open. Vrij door de mankpoot, hè. Sorry, ik kom een feitje aan. Had die niet elkaar? Ha? Dan moet dat ding eens erop. Houd, oh, hang die van. Hou die vinger vast. Wacht even, die vinger. Hou dat ding vast. Die ding af, ja? Wat? En dan die vinger. Zo. Is die erin? Ja. Zo? Ja, dat hoor. Willem hierin! Jongens, wie wou meerijden met die auto's? Want we gaan de Piet laten staan. Onze Piet is er, waar laat staan? Hij is er gaan komen te staan. Oh, onze Piet? Ja, dat is zo afgesproken. Onze Piet. Kom Piet. Ja, Loos, schiet een beetje op. Yes. Ik ga pleiten, jongen. Thanks. Ja, doe rustig aan, smakelijk. Kom, zullen we gaan? Hou eens één keer vast, jongen. Oh, het kwam. Mama, ik loop wel af en toe. Zeg even tegen Pietje dan. Dat die jongens de plan hadden ze laten staan. Want daar mogen ze staan. Oh. Ze laten Pietje weer maar staan. Want daar mogen ze staan. Dat zet de gemeente daar neer. En als ze ze buitenlandkracht neerzetten dan? Ja, maar dat is dat niet. Buiten die gemeente. Hebben ze gezegd. Buiten die gemeente. Dat is niet een schuifsprobleem, maar dat maakt niet uit. Dan gaan we die gemeente aan. Ja, dan kunnen we daar weer. Dat hebben jullie daar neergezet. De gemeente daar neerzetten. Waar is jullie auto? Als hij weg gaat slepen, zijn we weer. Ja, ik ga er wel even achteraan, nu dat ik weer kan. Kijk hoe het vat. Waar is jouw auto? Zie je daar komen? Ja. Ja, want hun dumpen jou naar een andere gemeente. Ja, dat denk ik dus ook. Je zet die in een dier in een land. Ja, maar dan laten staan, juist laten staan inderdaad. Dat naar het buitenland gaan. En dan moet je nog niet uitzetten. Ja. Maar eigenlijk, ja, Willem heeft niet gezet, hij heeft die gemeente neergezet. En dat is gewoon een standpunt wat hij hier dan ook zal staan in een andere gemeente. Ja. En ik denk dat hij dat doet. Ik denk dat hier eigenlijk zo'n verre gaat. Waar hebben jullie veel meer banden en veel meer historie? Ja. Je moeders en neerlijk. Ja. Oma's en neerlijk. Papa's en neerlijk. Tantes. Tantes, ooms. Ja. We kunnen er nog lang over doen. Ja, jongen, we gaan. Lara, wat leven zo, jongen. Leven zo. Thank you.
Kut man, hou nog eens één keer vast. Hallo, heb je een bepaalde... Ja, ik kan niet. We proberen bij jou weg te lopen, hè? Ja, dat snap ik, maar ik moet mijn handschoenen aandoen. Ja. Gans, ik zie je dadelijk wel ze stoppen. Ja, is goed, jongen. Kom maar, jongen. Blijf live. Gaan we naar de auto, kom. Ja? Ja, maar blijf maar live. Huh? Oh. Daar gaan ze, jongen. Ik weet niet of kijken hoe was ze. Waar ze komen. Blijf koud, hè? Ja, moet je even mijn zak pakken, jongen. Slechts zit er niet in. Ze gaan die andere kant op. Mijn kant op of die andere? Nee, die andere kant. We gaan de auto achterna, of de kampeerwagens achterna. We zijn benieuwd waar ze naartoe gaan, gebracht worden. Even het kacheltje aan, want het is echt extreem koud. Ja, is niet normaal hoe koud. Nee, dat is niet normaal. Ik zal even de ruiten wissen van deze jongens. Oh, er komen er ook wel een paar mensen niet door. Wat, hè? Er komen ook wel een paar mensen niet door. Nee, dat zal wel helemaal afgesloten zijn. Met kabels in mijn zak, met powerbanken. De telefoon was uitgevallen. Oh. En ik zie mezelf via de raam. Apoi. Dag mensen van de reis, zou Willem Pie zeggen. Ja, onze Willem. Willem was als eerste afgevoerd, hè? Ja, Willem was als eerste afgevoerd. Ze hebben er wel zichtbaar moeite mee gehad. Ja, dat ging niet zomaar. Ja, als we waren, gaan we als een stoep, gaan we nou achter de kampeerwagens aan. Een beetje na trillen. Oh. Niet normaal, hè, hoe koud. Wacht, even kijken naar die reacties. Oh, wat een drukte, mensen. Even kijken. Oh, Lola kwam ook niet langs. Zo, jongens, schiet eens op. Ik denk ook dat ze gewoon naar Van Dongen gaan, hoor. Zullen we toch niet buiten de gemeente hier bekijken, maar ik ken het toch niet. Ja, dan schuift de burgemeester het probleem gewoon naar de volgende gemeente op. En dat hebben we ons ook geprobeerd, dus ik bedoel... Ja, dat doen ze sowieso ook graag, ja. Je ziet de kampeerwagens niet, want die staan een beetje naar voren. Wel voor auto's, een beetje druk op de weg. Gaan
Waar is Gerda? Die is met opa mee. Morgen het helemaal maar emotioneel, man. Ja, ja. Ja, die ziet ons al jarenlang toch, toch? Jaren. Snap je? Die 1 jaar uit. Die man heeft het ook al van meegemaakt, toch? Ik weet helemaal niet of ik een goede stoet achterna rijd. Oh. Hallo? Hey. Ja, we... Ja? Ik denk dat ze hier zijn, maar ik weet het niet. Ja, die zijn net afgevoerd en we zitten nu achter de coupé-wagens aan te rijden. Oh, oh, zeg. Je vader kijkt live mee. Wie? Je vader. Nee, maar mensen waren gewoon aan het schreeuwen. Er is verder niks gebeurd of zo. Nee, 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 gelukkig niet. Mensen, ik ga het offline. Ik moet even de ID naar mijn broertje brengen. En jullie horen snel weer van ons. Ja, we moeten nu...